Kerken vandaag, zondag 24 juli. Ook een hartelijk welkom voor de gasten in ons midden en voor hen die deze dienst thuis volgen op een later tijdstip. Onze voorganger vanmorgen is dominee Mook uit Sneek. Welkom. Organist Hielke van der Meulen. En het thema van de dienst van vandaag is bidden. Vraag maar gerust. Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Volgende week zondag, 31 juli, hoopt dominee van het Kruis uit Akkrum voor te gaan om 9:30 morgens. S'avonds is er om 7 uur een dienst in Leppingen, waarbij iedereen welkom is. De voorganger is dan mevrouw van Boghoven. Op woensdagavond 27 juli is er om 7:30 een vesper in deze kerk, georganiseerd door de Raad van Kerken Akkrum Nes. De collecte is vandaag voor de diaconie in kerk en de bloemengroet van deze dienst gaat naar de heer Johan Procé uit Finland 18. Als iemand zich beschikbaar wil stellen om de bloemen namens de gemeente te bezorgen, kan hij zich straks melden. De kerkenraad wenst ons allen een goede en gezegende dienst toe. We beginnen de dienst met het staande zingen van Psalm 138, de versen 1 en 2. U loof ik, Heer, met hart en ziel. In eerbied kniel ik voor u neder. Stilte voor op deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Die Heer groet ons hier met deze woorden: genade aan u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar lied 836, de coupletten 1, 3 en 4, een verootmoediging, een inkeer. Vanuit de vergeving waarvan we zongen en op die manier waarom we baden, mogen wij nu horen woorden van leven, woorden van toekomst, woorden waarin ook de kracht van het gebed doorkomt. Filippenzen 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En in die vrede leven wij. Zingen wij als antwoord hierop lied 778. De coupletten 1 tot en met 4. 678. Thank you.
Trouwe God, wij danken u voor het feit dat we leven mogen. Wij danken u voor de ruimte waarin we dat leven vorm kunnen geven. De ruimte van de natuur, de ruimte van mens en medemens, de ruimte van hemel en aarde. Wij bidden u, kom ons nabij. Laat zien wat uw woord ons te zeggen heeft. Spreek ons aan. Doe dat door uw geest. Om Jezus wil. Amen. Ik zag één kind zitten. En nog één. En ik weet niet of er nog meer zijn. Maar jullie in elk geval. Wat is een mooie eigenschap van een verjaardag? Wat vind jij het leuke van een verjaardag? Dat je cadeautjes krijgt, ja. Is een cadeautje datgene waarvan je weet wat erin zit? Nee. Eigenlijk is een cadeautje een verrassing. Krijg jij meestal dat wat je gevraagd hebt? Ja. Nou, dat is mooi meegenomen. Maar sommige dingen zijn wel erg duur, hè? Ja. Bij God gaat het soms ook om verrassingen. En ook om een soort krijgen. En daar hebben we het in de preek en in de lezing vandaag over. We gaan luisteren naar Genesis 18, de versen 20 tot 33. Daarom zei de Heere, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom, terwijl Abram bij de Heere bleef staan. Abram ging dichter naar hem toe en vroeg: wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? Hen samen met de schuldigen laten omkomen, dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij, die rechter over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde: als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham: nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die 50 onschuldigen 5 ontbreken. Zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij, ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan: stel dat het er maar 40 zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij: ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als ik er 30 aantref. Hierop zei hij: ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar 20 zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei: ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heere, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er nu maar 10 zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10.
Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Tot hiertoe de lezing uit Genesis. Wij zingen met elkaar lied 611, de coupletten 1, 2, 3 en 4. Wij gaan luisteren naar woorden uit Lucas 11, Lucas 11, vers 1 tot en met 13. Tjisse van der Heijden zal die woorden tot klinken brengen. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw
Geef ons dagelijks brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hem: stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij hem gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven zal wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen alle goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Wij zingen nu met elkaar lied 370, de coupletten 1, 2 en 3. Thank you.
In aansluiting op de verkondiging straks zingen wij lied 995, de coupletten 1 en 2. Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, u die hier zit, maar ook u die deze dienst van thuis uit, nu of later, meebeleeft. We lazen uit Lucas 11 woorden over bidden en het ons bekende Onze Vader. Maar de woorden luiden daar anders dan we gewend waren vanuit de bergrede in het Matthäus-evangelie. Daar leerde Jezus ons het complete gebed, zeg maar, het complete Onze Vader. En het lijkt wel alsof Lucas een samenvatting geeft, een uiteenzetting op hoofdlijnen. Maar is het Onze Vader dan niet eenduidig? Met Lucas zou je kunnen gaan twijfelen. En inderdaad is het de vraag of in Jezus' tijd formuleringen, teksten allemaal wel zo strak vastlagen. Er waren in die dagen rabbijnen die juist pleiten voor variatie op het thema. Zo van, zeg het ook eens anders. Och, en als ik terugdenk aan mijn domineestijd, dan hoor ik in gedachten nog enkele orthodoxe gereformeerden uit mijn eerste gemeente verzuchten. U moet een gebed niet vanaf een briefje lezen hoor, en een preek trouwens ook niet, want dan is het niet echt. Een echt gebed komt uit je hart en borrelt op terwijl je bidt. Zeg het eens anders dus. En zo was er al vroeg wat aanleiding tot tweegesprek. Want dit soort gemeentelid ging dus ook pertinent niet mee met de liturgische gebeden waarin voorganger en gemeente in afwisselend gesprek, in wisselspraak, het gebed uitspraken. En een hardop meebidden van het Onze Vader lag hen ook zeker niet. Ik spreek over de oude tijd. Nee, bidden was voor de voorganger. Hij had ervoor geleerd, zeiden ze. Voor gestudeerd. Hij wist wel hoe je het zeggen moest. En soms hoorde je na een huisbezoek een bezochte tegen je zeggen: dominee kan zo mooi bidden. Alsof er graadmeters zouden bestaan. De ervaring uit het verleden leerde ook dat mensen zich afzijdig hielden van het ambt, omdat ze mogelijk bij een huisbezoek af en toe wel eens een gebed zouden moeten uitspreken. Of omdat ze voor de dienst in de consistoriekamer een ouderlingengebed of consistoriegebed dienden te doen. De drempel om te bidden, zo proeft u, en zeker te bidden in het openbaar, is voor menigeen nog best hoog. En het feit dat onze nieuwe dienstboeken een serie consistoriegebeden als modellen aanreiken, is maar een halve oplossing. Immers, zo'n gebed is weer vanaf een briefje, vanaf een papiertje en dus minder uit het hart, maar wel makkelijk. Het valt allemaal niet mee in de kerk. En het valt als gelovigen ook niet mee. Bidden vervult ons met schroom. Vroeger was het normaal dat er aan tafel voor en of na het eten hardop gebeden werd. Tegenwoordig ziet men daar tegenop en daar dan ook maar van af. En zo leren onze kinderen het bidden ook niet meer, want we doen het ze niet meer hardop voor. We maken de onderwerpen voor een gebed niet bespreekbaar. We laten kinderen niet beleven wat bidden bij intense vreugde of ook bij mateloos verdriet betekenen kan. Dankbaarheid en zorg bij de Heer neerleggen. We lijken het bijna verleerd te zijn. Heer, leer ons bidden. Die vraag krijgt Jezus te horen. En Jezus reikt hen woorden van het Onze Vader aan. Een gebed dat, zoals alles, in de beginperiode natuurlijk mondeling overgeleverd zal zijn, in al zijn kleine varianten, en pas later op schrift kwam te staan. Trouwens, in Matthäus 6, vers 13, staat het slot van het Onze Vader tussen vierkante haken genoteerd, ten teken van het feit dat het
bij het tot stand komen van de Bijbel betwist werd of deze woorden er nu wel in moesten of ook niet. Het betreft de zogenaamde doxologie, de verheerlijking of de lofverheffing. Die woorden, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Weer een andere versie van het Onze Vader gaf nog de toevoeging, uw heilige geest, kom over ons en reinige ons. Lucas heeft misschien het echte, niet bijgewerkte Onze Vader, Matthäus mogelijk meer het bewerkte, ons bekende, mooie en aansprekende Onze Vader. Bidden, spontaan of van een briefje, of uit een boekje, poëtisch of rijk geformuleerd, het kan allemaal. Verandering van spijs doet eten. En een nieuwe manier van zeggen opent soms vergezichten, opent soms harten. En er zijn in Nederland pertinent begaafde dichter-theologen die je de prachtigste gebeden vol inhoud en diepgang kunnen aanreiken. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Daar is niks op tegen. Als er daarnaast maar ruimte blijft voor eigen inbreng. Vanwege een spontaan gevoel. Vanwege een overledene of een ziekte. Of een voorval in de gemeente of in de stad of in je eigen leven. Heer, leer ons bidden. En Jezus spreekt zijn hoorders vertrouwen in. Bid maar gewoon. En je zult de wonderwerking wel ervaren. In geloof ervaren dat. Ja, op Gods tijd en op Gods wijze zul je het ervaren. Bidden is geen Sinterklaasverlanglijstje of verjaardagslijstje dat voor 100% gehonoreerd wordt. God hoort het gebed en gaat er op zijn eigen wijze mee om. En dat omgaan met, dat is verhoren. En dat moet je gewoon geloven en aan hem overlaten. En dan kun jij loslaten en overgeven. En dat lucht je op. En dat schept vertrouwen en rust. God doet niet alles wat wij vragen. Want dan zouden wij God kunnen laten regelen en laten werken voor ons. Dan waren wij God over God. Nee, God, hij reageert op zijn eigen wijze en op zijn eigen tijd. Maar dit mogen we geloven. Heus, hij reageert. En Lucas geeft een voorbeeld van een vriend die naar een vriend gaat omdat hij bezoek kreeg van een derde vriend. Hij vroeg zijn vriend om brood voor die derde. En natuurlijk, al was het midden in de nacht, je antwoordt dan en je geeft brood. Welnu, als zo mensen elkaar al helpen, hoeveel te meer zou God ons helpen als wij om het brood nodige hem vragen? God antwoordt stellig. En na het broodvoorbeeld met die drie vrienden, nog drie beeldspraken om het te verduidelijken. In die korte zinnetjes, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden en klopt en u zal worden opengedaan. Het klinkt overtuigend en wij als mensen hebben soms onze twijfels over Gods horen en verhoren. Er gebeurt zoveel ellende in de wereld. Er is zoveel dood en zoveel onterecht handelen, terwijl wij het graag allemaal anders hadden gezien. En toch moeten we geloven in deze belofte bij het gebed. Een ware vader geeft zijn kind wat het ten diepste nodig heeft. En waar het dus ten diepste om vraagt. Welnu, zo behandelt God ons ook. Lucas verweeft in zijn spreken vaak het grote gebod. Dat gebod, heb de Heer uw God lief boven alles en de naaste als uzelf. Ten aanzien van het bidden laat hij doorkomen. Een mens bidt tot God voor zijn naaste. Dat is gelovig leven. Een mens, God en naaste in één zinnetje. Die drie horen bij elkaar, zoals Vader, Zoon en Geest. Bid maar en ontdek het wonder van de verandering in jezelf en in die ander, in je gemoed of ook om je heen. Bidden lucht op, bidden bevrijdt, bidden vernieuwt,
En bij intense nood mag bidden ook wel smeken worden. Bidden in het kwadraat. Intensivering. Dat hoorden we in de leefregel, Filippenzen 4. Later bij alles, stond er, uw wensen met gebed en smeking bekend worden bij God. Smeking is intensivering. En je mag bij God best zeuren, zoals Abraham deed ten aanzien van Sodom en Gomorra. Zeuren, of ook marchanderen of zoemelen, want dat deed Abraham per slotverrekening ook. Je mag God zelfs aanklagen, zoals Job deed in zijn pure nood. Maar maak van je hart geen moordkuil en deel het met God, jouw schepper, jouw Heer. Uit je naar boven en kon het zijn, uit je ook naar elkaar toe. Dat is het pastoraal. Gebed als pastorale dimensie. Samen bespreken we in het gebed dat wat ons hoog zit en dat geeft een extra dimensie. Samen bidden, waarbij je misschien in een kringgebed de gebedswoorden overneemt van een ander en al dus samen een gebed formuleert. Het gebeurt veel in evangelische kringen, maar ook wel in de onze. Bid maar en geloof in het effect en sta daar ook voor open. Dominee, dit. Mij staat een zware operatie te wachten, met een kleine kans op slagen. Een kleine kans op herstel. Dominee, de angst vliegt mij om het hart. Zou u langs willen komen en samen met mij een gebed uitspreken? En ja, ik ga naar die vragensteller toe. En we hebben het er met elkaar over. Wat ons allemaal pijnlijk te wachten staat. En we hopen op een wonder. En bidden intens of er ook een wonder zou mogen geschieden. Enkele dagen later vindt de zware operatie plaats. En het was op het kantje. Maar na enige tijd treedt er wonderwel herstel in. Vaak vergeet de zieke nu om nog eens even weer te bellen. En te vragen om nog een gebed. Maar nu een dankgebed. Danken voor herstel. Danken voor het wonder. Want vroegen we tevoren expliciet om een wonder, dan moeten we het herstel achteraf ook expliciet duiden als een wonder. Wonderen bestaan dus nog. En zo redeneren is consequent. Wonderen vragen voor de tijd, wonderen bedanken aan de achterkant van de tijd. Ze bestaan, wonderen. Feiten en gebeurtenissen om je heen, groot of klein, of het wonder van de schepping, het wonder van het leven. Gemeente, wil maar biddende gemeente zijn. Geloof maar in het wonder van de omkeer en de verandering. En ervaar in alles de weg die een mens moet gaan en mag gaan als een antwoord van hoger hand. God is met ons. En gedeelde smart is halve smart. En gedeelde vreugde, dubbele vreugde. En gedeeld leven, waarachtig leven. Leef met God zoals Hij met u. Amen. Lied 95, 1 en 2. Oh.
Eerst de collecte en dan het gebed. Prima. Ja, dan is nu de collecte in twee rondgangen. Laten wij danken en bidden. God van vrede en gerechtigheid. Wij bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne. Wij bidden om vrede op deze wereld en eerlijkheid. Wij bidden u, laten de wapens toch neergelegd worden en laat een gesprek komen. Wij bidden voor alle die bang zijn voor de dag van morgen. Dat uw geest van troost en sterkte hen nabij zal zijn. Wij bidden voor hen met macht over oorlog en vrede. Om wijsheid, onderscheidingsvermogen, menselijkheid, barmhartigheid. Dat deze hen leiden in hun beslissingen. Wij bidden voor onze kinderen. Voor wie de wereld is, de wereld die toekomst heet. Begeleid hen en geef hen licht. Heer, wij bidden u voor ouderen in ons midden, voor zieken, voor mensen die met de handen in het haar zitten. Troost hen via ons, troost hen op uw eigen wijze. Heer, wij bidden u voor vluchtelingen, zij die geen plek vinden. Geen onderdak en slapen in de natuur, door de nood gedwongen. Heer, wij bidden u voor hen die werken op de boerderij, landbouw, veeteelt, maar in beide gevallen zorg, grote zorg. Heer, wees hen nabij. Wij bidden u voor al diegenen die lijden onder de nadelen van de belastingaffaire. Heer, geef hen geduld, maar doe hen ook recht. Heer, draag ons door uw liefde en hoor ons wanneer wij in stilte u zeggen wat ons na op het hart ligt. Samen bidden wij, onze Vader
die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Als slotlied zingen wij staande lied 981, de coupletten 1 tot en met 5. Ontvang Gods zegen, God die zo met u meetrekt in het leven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van zijn Heilige Geest zij en blijven met u allen.